Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Ook achteruit gedwongen door de balvastheid van Paris Saint-Germain. Zeker. Neymar wiept hem op voor Mbappé. Eerste kans en goal! De kop is er af. Kylian Mbappé. Neymar Mbappé. Twee derde van de koninklijke drietal voorin. Heeft nauwelijks 5 minuten nodig gehad om hier al meteen de score te openen. Wat een geweldige goal van Paris Saint-Germain. Formidabel gedaan. Mbappé na 5 minuten. En Neymar met de finesse. Zo gaat het snel. Ja, Vlahović had de bal moeten krijgen. Kan ook naar Kostic, maar Vlahović was gaan lopen. Teleurgesteld. En daar is hij. En Milik komt. Oh, de parade nog van Donnarumma. Hakje Vlahović, geweldig. Ramos redt Kostic voorlangs. Wel. Milik, dat kan hij natuurlijk koppen. En Donnarumma had geluk dat het bol op hem was. En wat een geniale ingeving van Vlahović. Ja. Toch de boegbeelden van de Classico tegenover elkaar. Al die jaren in Spanje. Verratti, ja, doet hij goed hoor. Bal meenemen, heel slim. Hakimi op een pegel. Wat is dat allemaal? Nog voor Juve maar dacht over hoe ze deze aanval hier stoppen. Knal Mbappé nummer 2 al tegen de touwen. 22 minuten. En dan heb je de indruk, Juve zeiden dat je even wat beter komt meedoen. En is daar alweer een geweldige goal. Wat is dat bij het snel gecombineerd. De lengte van de ploeg op de corner van Messi. Vlahović komt weg. En Verratti met zijn linker. Met Milik. Nou ja, niet op zo'n vrije trap natuurlijk. Kostic met links. Ja. Het is een doelpoging van Juve. Dat is er één. Maar opgeruimd door Kimpembe. En dit is knap van Messi. Grote brug bij Kostic. En Mbappé is vertrokken. Neymar is centraal voor de goal. De bal gaat nu breed. Nee, oh! Oh, nee. Als je vrienden wil blijven. Nee. Nee. Dat is een stoorze. Dat is een ruis op de relatie. Kostic. Dat is een mooie. En daar is de goal. Binnengekopt door McKenny. Ja, één goede voorzet. En erin gekopt. En in plaats van de 3-0 die Mbappé Neymar had moeten aanbieden, is het nu ineens 2-1. Eindelijk is een center, Gert. Absoluut. En helemaal terug in de match op deze manier. Dat is een groot verschil. 2-1 of 3-0. En Vlahović, een parade nodig van Donnarumma. Kostic nu. En de knie van Kimpembe. Rabiot volgen. Ja, strakke knop. Oh, mooi. En Mbappé, nu dan. Nee. Messi. Kijken, want Vlahović. Kostic, bal is niet over de lijn geweest. En Locatelli. Kostic
En Locatelli, nee! Over de lijn geweest deze. Ja, die was toch over de lijn? Ja, dan is het wel hoekschop. Verratti. Nee, maar buitenom komt Mendes. Nee. Maar hij doet het gewoon zelf. Matige vrije trap. Daar is hij. Met Neymar. Nou, er was eigenlijk geen plaats. Maar Neymar. Oh, nog op de benen van Perrin. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.